Goedemorgen iedereen. Hoe laat is het, Fredje? Het is kwart voor negen. Kwart voor negen. Ik zit eigenlijk al een half uurtje hier op de grond. Met een föhn en mijn natte tapijt. Jullie zien het goed, het is hier helemaal nat. Ik heb dus 2 dagen geleden heel lief een mooie bos rozen gekregen van mijn vriend. Ik hou van bloemen in huis. Het ziet er altijd fleurig en kleurig en vrolijk uit. Alleen mijn kat houdt dus ook van bloemen. En op een of andere manier wil ze er altijd in kruipen. Ze wil het eten en ze wil het water drinken. En toen kwam ik gisteren thuis en toen lag mijn vaas op de grond. Overal lag glas, water over de tapijt. Want Biep was natuurlijk weer aan het proberen om erin te kruipen. Dus echt heel vervelend. Zij heeft ook echt totaal niet door dat het niet mag, zeg maar. Ze vindt het gewoon lekker. Maar ja, haar gewicht op die vaas, ja, dan valt die vaas gewoon om. Dus ik ben eigenlijk al een half uur lang dit en dit aan het doen. En nou, dat ga ik nog even doen, want ik wil het gewoon wel droog maken. We hebben het de hele nacht zo open laten leggen, maar of open gelegd. Maar het is gewoon nog steeds nat. Dus zo begint mijn ochtend. En straks heb ik zangles, daar vertel ik jullie strakjes wat meer over. En daarna komen mijn ouders langs en dan komt Rox weer bij me. Die komen Rox brengen en die gaan daarna ook weer eventjes door. Dus daarom is het weer de perfecte dag om te vloggen. Want ik denk dat heel veel van jullie Rox wel hebben gemist. Dus de thuiskomst van Rox gaan we vandaag even vastleggen. Ik ben nu in de flat waar Alice woont. En ik zou jullie nog het een en ander gaan vertellen daarover. Alice is net als ik afgestudeerd aan de Dansacademie Felicia Martels. Oh, er komt iemand aan. Dat is heel awkward. Ik ga het jullie zo vertellen. Ik ga het hele verhaal niet houden wanneer er iemand aankomt. Het is ook heel hol hier. Ik vind het zo. Goed, ik sta nu in de lift. Ik moet helemaal naar de 16e etage, dus ik heb nog wel even tijd. Alice is net als ik afgestudeerd aan de Dansacademie Felicia Martels. En ik heb met haar ook samen in High School Musical gezeten. En eigenlijk de hele schoolperiode hebben we heel vaak samen stage gelopen. Zij heeft nu een hele vette, geweldige zangopleiding gevolgd in Kopenhagen. Ik weet niet precies hoe of wat, maar ze heeft het me wel verteld, maar ik laat het haar zelf even vertellen. En zij is dus nu zangdocent. En op een hele bijzondere manier die nog niet heel erg bekend is in Nederland. En op 28, nou moet ik eentje met de trap. Het is een beetje een doolhof hier, want je hebt 2 liften. Oh, waar is dan de trap? En dan moet ik gewoon op de andere lift wachten. Oh nee, hier is de trap. Hier dus doorheen. En dan heb je een trap. Ja, je hebt een trap. Maar goed, dan hou ik mijn verhaaltje gewoon hier. Kijk, ik sta helemaal op een toren. En ja, zij is dus nu zangdocent. Zij geeft ook zelf zanglessen op Lucia Martels. Maar ze heeft nu ook haar eigen studio aan huis. En daar geeft zij dus ook gewoon zanglessen. We raakten laatst weer aan de praat. En toen vertelde ik eigenlijk hoe leuk ik zingen vind. En dat ik dat gewoon zonde vind als ik dat laat verslonsen. Want je stem is eigenlijk ook gewoon je instrument. En het is gewoon heel erg goed om je stem te blijven ontwikkelen. En toen zei ze, nou, dan kom je toch even lekker een paar zanglesjes bij mij volgen. Ze woont ook bij mij om de hoek in het Rembrandt Park, in zo'n toren. Dus toen was het voor mij leuk. Dus ik ga vandaag naar mijn 2e zangles alweer. Super leuk. Ik ga jullie straks aan haar voorstellen. Dan kan ze het een en ander vertellen over zichzelf. En ja, wie weet zijn er kijkers van mij die ook in Amsterdam en omstreken wonen. En ook heel graag zangles willen. Van iemand die echt het meest het beste uit je kan halen. Dan moeten jullie natuurlijk met z'n allen naar Alice. Maar goed, ik ga nu een trap op en dan gaan we lekker zingen. Ik sta boven bij Alice. Hi! Ja, ik heb je al een beetje geïntroduceerd net. Ja, ik ook. En verteld dus dat we elkaar van school kennen en van High School Musical. En ja, dat we eigenlijk weer aan de praat raakten. En dat jij me vertelde over je eigen studio. Dat je nu zangdocent bent. En dat je echt een hele opleiding in Kopenhagen hebt gevolgd. En dat wij eigenlijk, ja, ik zelf mijn stem gewoon wil blijven ontwikkelen. Dus ja, vandaar gewoon dacht ik ga lessen bij Alice. Ja, en dat kan. Alle geluiden met de stem kan je op een gezonde manier produceren. Ja, ik geef complete vocal techniek. Oh ja, en zo dat is eigenlijk voor iedereen die gewoon lekker wil zingen en zijn eigen geluid wil vinden. Dus daar komt het op neer. En daar zijn wij eigenlijk ook naar op zoek. Gewoon een beetje een ontdekkingsreis met mijn stem. Van wat past nou echt bij mij? Wat is nou echt jouw genre? Ja. En het is ook gewoon een instrument. Ik wil dat gewoon blijven ontwikkelen of zo. Ja. En Alice zegt, nou, dat gaan wij gewoon helemaal, dit traject gaan wij gewoon samen doen.
En ja, ik vertelde net al, ze zit gewoon in Amsterdam, vlak bij mij, bij het Rembrandt Park. Dus wil jij een keer toch zangles volgen, omdat je altijd die droom hebt of altijd gewoon wil weten überhaupt, wat is mijn stem, wat kan mijn stem? Kunnen jullie allemaal terecht bij Alicia. Het is heel gezellig, heel lief, maar vooral heel goed. Ja, dat is belangrijk. Het is zo leuk. Het is gewoon, zingen is zo goed voor je. Dus het is gewoon echt de moeite waard om gewoon lekker op die reis te, gewoon een ontdekkingstocht. Ja. En zingen is goed voor je. Maar zingen is ook heel leuk. Je wordt er gewoon blij en vrolijk van. Je wordt er gelukkig van. Je wordt er gelukkig van. Ja. Dus dat is sowieso leuk. Ja. Nou, ik zag net al hier een heel bord staan. Dus volgens mij krijg ik hele uitleg. Wij gaan aan de slag. Wij gaan aan de slag. En ik laat jullie straks weten hoe het is gegaan. Hij is nu al short. Hallo shortje. Hallo liefje. Sjoerd heeft ook meegezongen. Sjoerd heeft ook meegezongen. Nou, we zijn nu klaar met de les. Ging heel goed. Ja, ging het goed? Ja. Nou, het is zo leuk om te zingen, jongens. Echt, ik blijf het zeggen. Ik word er zo gelukkig van. Als je gewoon bepaalde klanken ineens haalt waarvan je niet wist dat je het kan of had gekund. En ineens lukt het je. Dat is echt een ongekend gevoel gewoon. Dat vind ik echt. Wat hebben we vandaag soort van... Ik heb mijn eerste riffje ever gezongen. Wil je hem doen? Even. Oh ja, dat is misschien wel goed. Ja, oké. Okay. Dat is een goeie voordat we gaan. Wat was het ook weer? Oh, purple rain. Okay. En wat was nou het eerste zinnetje? Stom, dan ben ik met het eerste zinnetje gegeten. Bathing in the purple rain, maar het stukje voor. All you want to see. Ja. Okay. I only want to see you bathing in the purple rain. Nou, was hij nu goed of wel? Nog een keer. Nog een keer, jongens. Nog een keer, take two. Maar hij was wel al goed. Alleen neem je rust en laat hem komen. Oké. Okay. I only want to see you bathing in the purple rain. Nee, nou heb ik ineens heel veel lucht. Dat had ik net niet. Shit, wat deden we nou? Alleen ik moet gaan, want mijn oom staat te wachten. Ja, maar okay. Volgende keer doe ik hem goed. Ja. Yes. Oh, kijk eens wie daar is. Kijk eens wie daar is. Hallo Veetje. Oh, ben je weer lekker thuis? Wiepje, is Rox er weer? Hallo liefje. Nou, daar zijn ze. Daar is Mampie. Mijn vader is er ook. En Rox is weer lekker bij mij. Oh. Hey, knappert. Wie is er zo knap? Wie is er zo knap? Papa is zo knap. Mag je ga je mee wandelen? Ja. Ga je mee wandelen? Je hebt gezegd dat boy papa op en je moet het niet anders zeggen. Nu ben je. Mooi van mij. Hoe dan? Sexy papa? Stoere papa? Mooie papa? Oh, striptease papa. Nee hoor, papi ziet er goed uit. Veel mensen vragen, hoe gaat het met je vader? Hoe gaat het, pap? Nou, hij moet straks weer op en neer. Je wordt oud, hè? Want de volgende is het been, hè? Is aan de beurt. Linkerbeen? 44%, 50%. Allebei fout. Allebei, 44% niet goed, 75% nee. Niet goed. Maar nog eerst. Je bent wel sterk. Goed zo, pap. Nou, let's go, Rox. Lola, Lola. Yeah, yeah, yeah. Rox en Lola zijn weer herenigd. Home sweet home. Mannetje is weer thuis. Mannetje is weer. Nou, lieve hondenliefhebbers die Rox hebben gemist de afgelopen tijd. Hij is er weer. En hij blijft weer een tijdje bij mij. Ja, liefie. Dus jullie gaan Rox weer lekker vaak terugzien in mijn vlogs. Ik heb net echt een uur lang buiten gewandeld met Lola. Mijn ouders zijn weer lekker op pad met z'n tweetjes. En het is nu om precies te zijn 3:50. Het is vrijdag nu, dus het is Festival Friday Day, dus ik ga nu bezig aan het werk voor mijn blog. Ga ik weer een nieuw festival look, liet je nou een boer? Een nieuw festival look zal ik plaatsen en ik ga de video van gisteren even editen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Vanavond komt Fred weer thuis, mijn vriend weer thuis, waarschijnlijk gaan we weer koken. En gaan we even kijken wat we gaan doen op deze vrijdagavond. Niks bijzonders eigenlijk, dus voor nu, so far, even de planning. Ja, en ik ben zo blij dat Rox er weer is. Ik heb jou gemist.
Goed, ik wil dus even iets met jullie delen. Ik ben nu gewoon hier op mijn computer. En ik sta intussen tijd ook al een half uur in de wacht. En dan hoor je dit. Een ogenblik geduld alstublieft. Al een half uur. Maar ik blijf wel gewoon hangen, want ik moet dit telefoontje gewoon plegen. Maar ik denk dat heel veel van jullie dit ook wel eens hebben meegemaakt. Als ik iets super vervelend vind, is het dit wel. Dat je gewoon fucking lang in de wacht staat. Dat ik echt denk, waarom? Is het echt zo druk? Serieus? Een ogenblik geduld alstublieft. Nee, een ogenblik geduld alstublieft. Het komt niet thuis. Ik ben nog bezig met mijn video nu. Maar dit wil ik wel even filmen. Ben je zo blij dat Fred er is? Ben je zo blij dat Fred er is? Ga maar Fred knuffelen. Ga maar knuffelen. Ga je kussen pakken. Ga je kussen pakken, Rox. Laat je kussen maar zien. Laat je kussen maar zien. Doe dan. Laat maar zien naar Fredje. Oh, zo lief. Oh, Fred is aan het bellen. Dat is nou zo jammer. Rox wil zo graag. Oh, je is zo lief. En dat geklets ook echt. Nee, klopt. Nee, klopt. Hé, monster. Hé, schatje van me. Dag, lekker ding. Dag, knapperd. Hoe is het met jou? Wat heb ik jou dan niet gezien, hè? Mooie dagoe. Zo lief. Ik sta even te knuffelen met een gigantische hond. Dat is zo onwijs schattig van mijn hond. Dat als er dan bezoek is, en maar helemaal mensen die kent. Hij moet dan even zijn momentje. Hij moet dan even kletsen. Hij moet dan even dat wiebelkontje zo. En het liefst wil hij dan een schoen of een pantoffel. En in dit geval wilde hij dus zijn mand laten zien. Een soort van, kijk mij, ik heb iets voor jou of zo. Het is zo schattig. Maar goed, Fred is er nu inmiddels. En ja, ik ben nog even lekker bezig met deze video. Ik heb een nieuwe make-up look voor jullie. Helemaal leuk. Maar ik denk dat die of al wel online staat of nog niet wanneer jullie deze video zien. Dus, maar dat zien jullie vanzelf wel. Heb je mijn BH gevonden? Kom maar. Mag ik mijn BH terug? Mag ik mijn BH terug? Dankjewel. Wat lief voor jou. Heb jij die uit de wasmand gepakt? Dankjewel. Heb jij zo mooi die BH gevonden, hè? Hallo, schatje. Ik moet altijd een trofee hebben. Een trofee. Schattig. Oh. Hey. Hey, Smatjoeksk. Door die hey wist ik dat je dat zou zeggen. Echt door die hey. Ja. Hallo, baby. Hallo, Juju. Mwah. Er wordt weer gekookt. Vandaag hebben we puree met spinazie. En lekkere slavinkjes. Ik lig op de grond. Met Rox. Gaan slapen. Het is 1 uur 's nachts. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, klik er even op. En tot de volgende keer. Doei. Zeg maar doei, Rox. Doei. Doei, Fredje. Slaap lekker. Rusten.